Elise Bouwens en haar vader Tom ontmoeten in New York Lilian Berliner, een Joodse vrouw die tijdens Wereldoorlog II het Duitse concentratiekamp van Bergen-Belsen heeft overleefd. Is this true? Yes. Because it's surreal. Lilian, 91 ondertussen, dankt haar leven aan Elise's grootvader, Toms vader, dokter Marcel Bouwens. Na de bevrijding van Bergen-Belsen in 1945 trok hij als laatstejaarsstudent geneeskunde naar het kamp om de meer dan 50.000 zwaarzieke Joden te helpen. Zelfs 72 jaar later herinnert Lilian hem nog alsof het gisteren was, blijkt uit een gesprek dat vader en dochter Bouwens laten filmen. The day your father arrived, we were there, we were all dying. And we went from barrack to barrack. He left medication with instructions. He was not a man of many words. He was very quiet, subdued, and he just looked. And he was Marcel, that was my father. And that was Marcel. De ontmoeting is er gekomen nadat Elise thuis op zoek is gegaan naar het verleden van haar grootvader, die ze zelf nooit gekend heeft. Ze kwam uit op het boek van Lilian, waarin ze schrijft over een Belgische dokter die haar leven redde. Toen Elise foto's van haar grootvader stuurde, herkende Lilian hem meteen. Een ongelooflijk toeval, want er werkten toen maar liefst 147 Belgen in het kamp. De dankbaarheid die die mensen, dus die zij en haar gezin, voor ons getoond hebben, dat is iets onbeschrijfelijk. Een gevoel dat ik eigenlijk nog nooit heb ervaren. De dankbaarheid van Lilian is zelfs zo groot dat haar achterkleinkind Elisa heet, genoemd naar Elise.